Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag een korte update, namelijk over de Tina-dag. Volgende week is het al zover en net als vorig jaar zijn wij daar weer bij. Met een most cutest tent op het Tina-shopplein en we hebben er heel erg veel zin in. De vorige keer was het wel een beetje druk. Dus houd er rekening mee dat je wel even moet wachten. Maar dan kun je wel live kawaii shoppen bij ons. Wat je normaal op de website kunt vinden, kun je dan bij ons in tent vinden. En kun je gewoon bij ons kopen. Dus daar hebben we heel erg veel zin in. En in deze video laat ik jullie een beetje zien wat we meenemen. Zodat je je alvast kunt voorbereiden. We nemen deze superleuke DIY Eraser Kits mee. Dit zijn sets waarmee je zelf gum kunt maken. Dat hebben jullie vast alles gezien op mijn YouTube kanaal. We gaan voor de macaron, de hamburger en de ice cream. Want dit zijn de drie populairste sets. Dus die nemen we mee. Deze drollenpuntenslijpers zijn echt de most cutest must-haves. Kijk, het zijn echt puntenslijpers. Super cool deze. Aangekomen bij de pennen. We moesten een keuze maken tussen al onze leuke pennen. Drollies, boontjes, katjes, beertjes. Maar we zijn voor de panda's gegaan. Deze pennen zijn echt super leuk en kun je bij ons shoppen. Dit zijn mijn favorieten. Deze gummisets zijn er in 6 verschillende soorten. Dit zijn de cactus en de macarons. Hoe cute! We nemen ook ons eigen to-do-blok en onze weekplanner mee. En ik weet niet of je het weet, misschien heb ik het alles verteld. Nee, dat heb ik nog niet verteld. Ik heb deze zelf ontworpen. Dus het is echt ons eigen mostcutest.nl product. Super cool. Super leuke watermeloenen. Deze banaantjes. Deze boontjes. En deze Ninjamin markers gaan ook mee. En natuurlijk nemen we heel veel pop en cooking mee. Je kunt echt best wel veel verschillende soorten bij ons shoppen. Natuurlijk niet allemaal. Maar ik ga proberen. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk mee te nemen. Speciaal voor de Tienerdag hebben we deze surprise bags. Deze kun je echt alleen op de Tienerdag bij ons kopen. 5 verrassingen voor 5 euro. Een hele coole aanbieding, een hele leuke aanbieding. En dan koop je dus eigenlijk een cadeautje voor jezelf. Panda's, uiteraard. Ze zitten altijd zo zielig verpakt. Maar goed, we nemen ze wel mee. Panda squishies. Natuurlijk deze super coole cookiespiegels. En moet je deze dusplug zien. Super cool. Deze kun je dus in je telefoon steken. En dan komt er zo'n hele leuk koffiecupje bovenuit. Dit is natuurlijk lang niet alles. Je moet echt even bij ons langskomen om lekker alle leuke spulletjes te komen bekijken en te shoppen. Ik hoop je daar te zien. We nemen nog sieraden mee, portemonneetjes, leuke knutselspulletjes zoals decotape en Lucky Star papier. En nou ja, echt nog veel meer. Kom even langs. Ik hoop je daar te zien. Ik ben er natuurlijk ook. Ik krijg veel vragen in de comments. Bijvoorbeeld ook, hoe duur is het op de Tienerdag? Nou ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Hou gewoon de prijzen van de site een beetje aan. Soms zul je een gelukje hebben, want dan is het wat voordeliger. Want we proberen dat natuurlijk wel te doen. Maar stel daar geen vragen over, want die kan ik niet beantwoorden. Verder, ja, we zijn er het hele weekend op het Tina Shopplein. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Er staat al heel veel klaar. Je ziet één gigantische dozenboel. Maar het wordt zo leuk. En graag tot dan. Doei! Goed om te weten. Na de Tienerdag staan we dit jaar in ieder geval nog op 3 andere events die al bekend zijn. En misschien komt er nog wel wat bij. Daarvoor moet je zeker de site even in de gaten houden. Maar we staan 3 oktober op de Tomo Fair in Nijmegen. Dat is de grootste Japanse indoor markt van Nederland. 31 oktober staan we op de MGC of de MGC Experience in Nieuwegein is dat dit jaar. Dat is verhuisd van Utrecht naar Nieuwegein, dus nog steeds dicht bij Utrecht. En 14 en 15 november staan we op Holy Stitch in Leeuwarden. Ben je er dus niet bij met de Tienerdag, dan kun je altijd nog naar een van onze andere evenementen of een van de andere evenementen waar wij staan. Ik hoop je op de Tienerdag te zien dus of bij een van de andere evenementen. Bedankt!